snap het allemaal niet hoor. Appeltje eitje. Welkom bij Sweet Lake Fishing. Vandaag gaan we een dagje bellyboten met Dutch Bellyboat Experience. Nou, Nick, die is de winnaar van de prijsvraag, dus die mag lekker mee. Nou, Daan, die heeft hij meegenomen. Nou, Daan kennen we natuurlijk van onze, die kennen van onze eerdere video. En wat gaan we vandaag doen? Yes, ja, we zijn vandaag op het water met 8 bellybootjes. Vandaag gaan we Nick en Daan de ins en outs leren over het bellyboten. Wat houdt het in, welke technieken, wat voor soort bootjes hebben we en hoe doe je flippers het in het water? Ik ben heel benieuwd. Ja. Dus ik denk spulletjes aan en dan gaan we. Beginnen. En ik mag voor het eerst in de bellyboot, dus ik heb het idee dat Brady dat wel gaat filmen, of niet? Ja, dat ga ik ook doen. Ik ben wel heel erg uitsloveren als ik en voor de eerste keer in de bellyboot ga en dan ook nog eens een keer mezelf filmen. Ja, dat is eigenlijk wel een vraag om probleem, hè? Kijk, oh, als een professional. Lekker man. Dan krijg ik nog mijn hengeltje erbij en dan gaan we ervoor. Ja, lekker, super. Hey, hartstikke bedankt. Ik vind het wel een beetje benauwd, jongens. Het is wel een beetje krapjes. Kijk, dat is wel niet voor een volwassen vent, jongens. Ik ga hem even naar buiten draaien. Dat was me verteld. Je kan hem helemaal 360 draaien. Nou ja, wat een ervaring. Ik kom zo bij jullie terug. Ik ga heel eventjes alles wat herinrichten. Even wennen, hoor. Van de dag, jongens. Lekker man. Kleintje. Heerlijk. Maar de eerste. Nou ja, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ja, doe nog maar een klein stukje verder. Ja. Ah. Dat is een voordeel voor de luie vissen dat Float Plus bestaat. Nou ja, en iedereen die zegt hè, dat bellyboten, dat is onwijs intensief. Ik vind het wel meevallen eigenlijk. Ja. Oh, heerlijk, kijk dan. Zonnetje. Heerlijk. Kijk dan die paddles. Ik weet niet waar die dingen voor nodig zijn, maar het ziet er leuk uit. Ah, heerlijk. Dat is de mooiste uitvinding van het bellyboten, dat is de Float Plus. Ja. Ik kan een elektromotor opzetten, maar die is topzwaar. Wat kost zo'n Float Plus? Een normale Float Plus zit je ongeveer aan de 1300 euro met een redelijk sterke accu. Okay. De oudere versies die zijn op Marktplaats ongeveer te vinden tussen de 500 en 600 euro. Okay. Als je goed zoekt, bijvoorbeeld nu in België. Ik heb er laatst 3 gekocht voor 300 euro per stuk. En dat is echt een hele leuke, interessante prijs. Dat is een mooi koopje inderdaad. Dat is inderdaad een koopje. Want ik moet zeggen, want ik zit nou net in die bellyboot. Ik probeerde van de kant weg te komen. De wind staat op de kant. Ik denk als je een flinke windje hebt op een dag. Ja, vandaag is de stroming wat sterker hier ook. Je merkt toch dat de wind in onze rug zit op dit moment. En als je daartegen moet flipperen, ja, dan ben je wel eventjes bezig. En dan is een Float Plus dus echt gewoon een verademing om die te gewoon gebruiken. Ja, maar ik weet zeker, als ik voor een bellyboot ga, dan wordt het met een motortje. En dat is echt niet omdat ik lui ben. Maar ik denk zeker als je 5-6 uur op een plas bent geweest. Dan ben je klaar denk ik, of niet? Zonder motor? Zeker, zeker. Het is, kijk, bellyboten zelf vind ik niet heel vermoeiend. Maar als jij kilometers wil maken, wat eigenlijk wel gebruikelijk is om een vis te pakken, moet je toch wel een motortje hebben. Het is geen must, maar het is wel een aanrader. Oh jongens, ik ben blij dat we met meer cameramannen zijn. Want ik ben langer bezig om daar te komen dan dat die vis boven water kan blijven. Ah, wat leuk dit toch. Ik ben langer bezig om daar te komen. Kijk, mooi klein. Goed met Jesse. Boven water kan blijven. Stap er vol op. En, mooie Western Shetties.
Dus mag je weer lekker gaan zwemmen, denk ik, hè? Nou, bijna rakker. Yes. Het zijn felle jongens. Hoppa, lekker. Super. Ik denk dat het tijd is voor een broodje, of niet, Bray? Ja, lekker man. Oh, lekker. Ik heb honger. Ik heb honger, hè? Ja. Als het goed is, hadden ze een lunch voor ons meegenomen. Dus wie er als eerste is. Nou, de heren zijn druk aan het vissen, maar ik maak even tijd voor een prachtige winactie. Ik mag namelijk 9 keer deze prachtige netrig-aasjes weggeven van Noe Baits. Nou, wat moet je hiervoor doen? Je moet even de Instagram van Noe Baits liken en de Instagram van Dutch Bellyboat Experience. En op dit moment staat er op onze Instagram een bericht waar jij je 2 beste vismaten in mag taggen. En zo zorg jij dat je meedoet. Maar Derek, als ik eerlijk moet zijn, ik denk dat ik het eigenlijk het leukste zou vinden als ik wat meer attributen heb dan alleen een bellyboat en een paar flippers. Maar volgens mij zei je zelf ook al zoiets, hè? Ja, nee, dat klopt. Over het algemeen ben je natuurlijk met de bellyboat heel erg afhankelijk van het weer. Nou, zo heb je nu tegenwoordig dan de Float Plus of natuurlijk de omgebouwde buitenboordmotors. Ja, en die zorgen ervoor dat je eigenlijk in elke weersomstandigheden gewoon lekker kan vissen. Nou ja, de fishfinders die tegenwoordig erop kunnen. Ja, en dat maakt het gewoon een fantastische tak binnen deze visserij. Binnen de visserij. En volgens mij is Patrick, die was volgens mij aan het sparen voor een PS30, is dat? Die livescope voor de bellyboat? Ja. De PS30, en ik heb tegen Patrick gezegd van joh, als je dat ding binnen hebt, mogen we dan eens mee? Want dat lijkt me echt goud, dat je gewoon op die fishfinder, want dat denken mensen ook, hè? Die hebben dan een redelijk goedkope fishfinder, maar meestal gebruiken we die meer voor de diepte, ja, dan dat je nou klopt. Echt specifiek die ene vis zoekt, toch? Ja, dat klopt helemaal. Ik zeg het eigenlijk ook altijd tegen beginnende bellybootvissers, gebruik de fishfinder vooral voor de diepte. He, ga je niet te veel focussen op de vis die je ziet, want dan blijf je vaak maar op één plekje hangen en dan ga je 9 van de 10 keer gewoon met een blank naar huis. Ja, en ik gebruik het vooral heel erg om de taluds op te sporen. Hey Major. Ja. Het wordt wel mooi weer, hè? Het wordt heel mooi weer. Als die wind ook nog zakt. Ik was een speedo over het hele water heen geduwd. Ja, maar als je hier zo, kijk, we zitten hier bij een eilandje, die blokt wel wat wind. Maar morgen, jongen, ga ik spierpijn, kan niet anders. Morgen, ja, maar morgen neem ik wel een stoel mee. We gaan... Maar de titel wordt aangepast, van actief doodazen naar passief doodazen. Stoel mee, stretcher mee. Ik zit natuurlijk wel lekker in een bellybootje, maar ik heb helemaal geen fishfinder. Nou, Derek heeft wel een fishfinder, met ik onwijs jaloers. Maar volgens mij heeft Derek ook nog niks gevangen, dus ik ga even naar Derek toe. En dan gaan we eens vragen van wat zo belangrijk is aan een fishfinder. En dan ben ik heel benieuwd wat hij gaat zeggen, want hij heeft natuurlijk helemaal niks gevangen. Dus kom. Oh, daar is Derek, gaan we even naar hem toe. Gaan we hem vragen hoe geweldig en hoe belangrijk nou zo'n fishfinder is. Hey Derek, er valt me 1 ding op. Ik heb geen fishfinder. Jij wel. Nou ja, dat betekent natuurlijk wel dat jij natuurlijk onwijs veel voordelen hebt. Dat is wel echt een goed ding, of niet zo'n fishfinder?
Jazeker. Nou ja, ik noem het liever de dieptemeter. Ja, je ziet relatief veel vis erop. Je kan de scholen herkennen. Mm-hmm. Maar wat gewoon het allerbelangrijkste is, de dieptes. Dat je weet hoe diep je vist. Of je op een taluut zit, of het omhoog loopt, omlaag, op zo. Ja, nee, dat maakt niet uit. Maar dat zijn natuurlijk wel de dingen die we vandaag heel veel hebben gezien, hè? Ja. Ik bedoel, we zijn aan het vissen, maar we hebben eigenlijk taluuts gezien. We hebben bodemstructuur gezien. Maar het is toch, hoe noemen ze zo'n ding eigenlijk? Een visfijner. Je noemt een visfijner? Ja. Ja, ik heb hem niet. Jij hebt hem wel. Ja. Maar ik merk bar weinig verschil. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Nee, heb je er wel batterijen in gedaan? Ja, hij doet het. Hij doet het wel. Nee, maar het is, ja, weet je, je hebt het niet voor het uitkiezen. Nee, hè? Dus, maar ja, wel weer een dingetje. Ik vond het gewoon even leuk om te doen. Maar iedereen met zijn fishfinders, LiveScope. LiveScope is natuurlijk wel dat je echt wel die vis kan vinden. Moet hij natuurlijk nog steeds bijten. Maar ik vind het gewoon even leuk om aan te kaarten. Heel veel mensen die zeggen van ja, maar met een fishfinder kan ik het ook wel. Ja, nee, dat is niet waar. Je moet het eigenlijk zien als een extra stukje info over de bodem. Over wat er onder je gebeurt. En meer heb je er eigenlijk niet aan. Nee, dat was. Ik vond het gewoon heel even leuk om jou erover te filmen. Ja, tussen alle frustratie door. Nee, we gaan een bak vangen. Juist. Wat ben je aan het doen dan? Iets aan het vinden om nog terug te komen. Die is aan de wal gegaan. Ja. Die moest enorm plassen. Ja. En toen wilde hij zijn flipflops eraan, zijn flippers. En ik hoorde bij hoor en ik dacht, fuck! Is er wat aan de hand daar? Nee, er is niks aan de hand. Nee. Maar nou is er toch wel iets aan de hand. Dus het is maar een heel klein stukje. Kijk maar, zie je die huisjes daar? Ja, 50 kilometer verderop, daar moeten we heen. Nee, maar is geen probleem. Wij zien je van de week. Ja. Was gezellig. Hoi. Hey Nick, wij zitten allebei voor het eerst in een bellyboat. Yes. Wat zijn de dingen die het meest opvallen voor jou? Of wij lopen tegenaan? Dat het veel moeilijker is dan dat het zich lijkt. Ja, het sturen is echt erg moeilijk. Je moet echt om de knieën om een beetje fatsoenlijk te kunnen vissen op zo'n bellyboat. Ja, die had ik ook. Ik dacht ook altijd in zo'n bellyboat. Dan zit je spot on op de plek waar je gaat vissen. Nou, ik heb me de pleuris lopen peddelen. Ja, jij ook. En, en nog één ding waar we ook allebei tegenaan liepen. En dat was de rugleuning. Oh, ja. Oh, die kan je verstellen, jongens. Dat is niet normaal. Je stond eerst helemaal naar achter, dus ja. Je lag bijna in dat ding. Ja, en je merkt echt als jij in een bellyboat, als jij heel ver naar achteren gaat zitten. Dan is het heel erg moeilijk. Ja, je kan heel moeilijk sturen. Veel meer kracht allemaal. Ja, en wat je dan gaat doen is dat je, omdat je leunt en dat zit niet lekker, ga je naar voren zitten. En die onderrug ook, hè? Ja, dus, ja, en verder, ja, het is gewoon hartstikke leuk. Tuurlijk, je stapt in zo'n ding, het is een beetje wiebelig. Maar ja, na een half uurtje, dan zit je al in huis. Dat wel, ja. Dus, als je hem onder de knie hebt, gaat het wel. Ja. Maar het begin was even wennen. Ja. Is het wel iets wat je ook nog een keer na deze dag zou willen doen? Ja, tuurlijk. Ja, is wel leuk. Zeker, hè? Ja. Ik denk zeker als je op een plek zit en je zit bovenop de vis. Ja. En je pakt gewoon de een naar de ander. Of in ieder geval je pakt heel veel vissen. Ja, dan is het wel een hele leuke belevenis. Ja. Nou, wij gaan Daan even helpen. Daan zit op de achtergrond. Heeft hij helaas een van zijn flippers gemold. Er ligt ergens een plasticje in het gras. Dus we gaan Daan even helpen. Yes. Hey, wat heb je nou in je hand? Hoppa! Gewoon een baars, jongen. Hebben ze allemaal mee? Hey, maar het is echt top weer. Heerlijk. Maar ja, dit maakt het goed, hè? Maakt alles goed. We wijzen wat van de plas af. Maar, prachtige baars. Prachtige baars. Heel blij mee. Dikke kus.
Mag je weer zwemmen, hè? Mag ik weer zwemmen. Gaat u weer. Lekker. Lekker pik. Oké, visvrienden, wij zitten weer lekker in de auto. Het weer wilde gewoon op het einde niet meer meewerken. Ondanks alles hebben we wel een hele leuke dag gehad. We willen Dutch Belly Boat Experience bedanken voor deze fantastische dag. Ja, en natuurlijk hopen we dat Daan en vooral Nick erg hebben genoten. Nou, we willen natuurlijk weer bedanken voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren. En dan zien we je weer bij de volgende video. En laat het weer op. Enthousiast jongens, zie je bij de volgende video. Tot de volgende video. Tjonge, jonge. Wat een enthousiasme hier, jongen. Bedankt, jongens. Hey!